Alternatief. Uiteraard weer met een nieuwe gast. We hebben vanavond Jacqueline Peek hebben we te gast. En dat is een hele veelzijdige vrouw die ons daar alles natuurlijk over gaat vertellen. Maar ja, ze is een boerendochter en ze doet iets met fietsen voor je eten. En ook nog als vrijwilliger de boerenbeweging. En, ja, we hebben haar straks inderdaad uitzending en we gaan haar van alles vragen. Dus ik zou luisteren nog even naar de muziek en straks horen we Jacqueline. Goedenavond Jacqueline, welkom in onze uitzending. Leuk dat je te gast wilt zijn inderdaad in Altena Alternatief. En ik zag inderdaad op jouw Facebookpagina dat je nog niet zo lang geleden ook een keer bij Michel inderdaad op zaterdagmorgen te gast was. Maar ja, we hebben nu gewoon sowieso veel meer tijd om met jou te praten. Ja, ik had inderdaad even gezocht op jouw naam en toen kwam ik van alles tegen in elk geval wat jij doet. Maar ik kwam in elk geval tegen dat jij een boerendochter bent. Maar ik zou zeggen, stel je gewoon even voor en dan gaan we daarna met elkaar in gesprek. Wie is je Jacqueline Peek? Ik ben geboren en getogen in de provincie Utrecht in een klein dorpje in Koten. En inmiddels woon ik alweer 20 jaar in Uppel in Altena. Super naar ons zin hier in de streek. En ik fietste ook wel eens af en toe, maar niet zo heel veel nog. En dit is een van de activiteiten die nu wel mogen in deze tijd. En vorig jaar ben ik dus in contact gekomen met Marja van der Ende. En zij fietst al 3 jaar al haar boodschappen bij elkaar in het Westland, in Zuid-Holland. En zo heeft ze inmiddels nog 14 andere regio's aangestoken. En die hebben een lokale Facebookgroep. Waarin degenen die iets lekkers hebben aan te bieden. De boeren, de kwekers, de slager, de bakker en de groenteboer langs de weg. Of als je een keer pompoenen te koop hebt, kan je het ook in de Facebookgroep zetten. Zodat andere mensen weten waar ze het lekkere eten uit lokaal kunnen kopen en halen. En dat... Ja, het liefst op de fiets verzamelen, want dan ben je en in beweging en je hebt een leuk doel voor onderweg om te fietsen. En het is nog gezellig ook om je anderen te ontmoeten op deze manier. Ja, en inderdaad dus geboren op een boerderij en mijn zus heeft daar een kaaswinkel, kaasmakerij en dergelijke. En ik wil graag laten zien waar het eten vandaan komt. En er zijn steeds minder boeren in families bekend. Dus steeds meer afstand en dat men niet meer weet hoe het geproduceerd wordt. En dat wil ik graag op die manier zichtbaar maken. Oké, mooi initiatief denk ik. Maar je vertelde wel, je bent een boerendochter en jouw zus heeft inderdaad nog wel een boerderij. Maar zelf woon je niet op een boerderij, hè? Dat heb ik toch goed begrepen? Nee, we wonen wel super landelijk natuurlijk hier in Uppel. Ja. En het enige vee wat wij hebben is twee Suffolk schapen. En de poezen. En verder zijn we nog wel heel erg betrokken in de agrarische sector. En mijn man is fokkerijadviseur. Dus die adviseert dan weer melkveehouders voor met welke stier het beste past bij welke koe. Dus we zijn nog wel dagelijks in de agrarische sector bezig. Maar geen eigen koeien of zo. Nee, dat niet. Nee, dat heb je niet dan. En je vertelde al even kort over dat fietsen voor mijn eten. Hè? En dat is iets wat elders in Nederland ook al kennelijk een initiatief was. En dat heb je als het ware overgenomen. Ook inderdaad denk ik met in het achterhoofd koop lokaal. Hè? Wat we inderdaad heel veel in deze coronatijd die oproepen bijna iedere uur wel ergens kunnen lezen. Hè? Zij op social media of ergens anders. Ja. Dat fietsen voor me eten. En dan zit ik dat te lezen. En dan denk ik, oh wat leuk, dat ga ik ook doen. Maar dan op de een of andere manier sta ik dan toch weer s'avonds vlak voor etenstijden in de supermarkt of zo. Dat ik denk van, oh even snel wat halen, want ik moet nog wat eten vanavond. Dus ja, dat kost gewoon vreselijk veel tijd, denk ik dan bij mezelf, dat fietsen voor me eten. Nou ja, je kan het dus ook zien als recreatie inderdaad. Ik haal ook niet al mijn boodschappen langs de weg. Hier lukt dat ook niet. Je bent toch afhankelijk van een aantal supermarkten ook die er zitten en drogisterijen natuurlijk. Maar ik ben nu ook 2 keer een volledige vrijdagmiddag op pad geweest. 1 keer met een buurvrouw Aria en vorige week vrijdag met een vriendin van mij
die ik sinds de lagere school al ken. Die is met de fiets achter op de auto hier naartoe gekomen. En we zijn hier een ronde Almkerk wezen fietsen. Van zo'n 20 kilometer. En ja, normaal kan je het in een uurtje fietsen natuurlijk. Maar ik zei al, reken op de hele middag. Want we gaan weer mensen achterom. Even een praatje maken. Tussendoor ook nog even foto's maken en video's maken. Van bijvoorbeeld de koeien die buiten lopen te grazen. Waar dan weer graskaas van gemaakt wordt. Dus je maakt er eigenlijk een heel uitje van. Dus mijn vriendin zei ook al, nou, ik ben inmiddels al verslaafd. Waar gaan we de volgende keer naartoe? Dus... En hoe is het met de variatie in producten die aangeboden worden? Hè? Want ik weet bijvoorbeeld, volgens mij is dat net voorbij de rotonde in Almkerk, heb je inderdaad Wim & Co. Hè? Er staat een stalletje buiten en dan verkopen ze aardappelen en dat soort dingen. Maar hoe is het met de variatie eigenlijk? Want dan denk ik van ja, wat kan ik eigenlijk allemaal kopen ergens langs de weg? Nou ja, ik ging eigenlijk uit van vorig jaar is er met puur uit Alphena en de Biesboslinie zijn er vier fietsroutes gemaakt. Langs boerderij, streekproductenleveranciers. Ik denk, nou ja, als ik die 20 leveranciers heb, dan zal het wel klaar zijn in Alphena. Maar ik heb zelfs nog een stalletje op Uppel gevonden dat ik niet eens wist dat daar ook nog de biologische bakker Harneman in het weekend open is, zeg maar. En met mijn buurvrouw ben ik een ronde Rijswijk, Ouwendijk, zeg maar, gemaakt. Nou, er zit een hele uitgebreide groentezaak waar je denkt dat het misschien alleen maar een kersenboomgaard is. Maar die heeft in die schuur dus alle groentes die je maar kan bedenken. En dat is tussen Kolbach en Giesje in, zeg maar. En bij Kraaiveld hebben we natuurlijk in Sleewijk. En ja, er zijn zoveel nieuwe adresjes bijgekomen. Ik fiets natuurlijk zelf het meest aan de westkant. Dus ik roep ook gelijk bij deze andere mensen op uit heel Alphena. Dus de adresjes die nog niet genoemd zijn in de Facebookgroep of op de website. fietsenvoormeeten.nl en dan kan je regio Alphena zoeken. En de kaart zie je dan stippen op waar al locaties bekend zijn. Maar dat is nog lang niet volledig, dus help graag mee met adresjes toevoegen. Zodat de fietsroutes ook completer kunnen worden. Afgelopen vrijdag zijn we dus ronde naar Schenkeldijk en Alphena rund geweest en naar Dussen toe. Dus ook bij Wim en Co. Melk getapt bij de Bloemplaathoeven. Viooltjes kon je kopen bij Burghaus, zeg maar, tegenover het golfpark. Bij Wim en Co. aangeweest. Ja, daar is dan uien en rode biet en aardappelen. Dus verder andere groentes is nog wat tekort. Dus dat is nog een gat in de markt in de regio Almkerk. Er is ook geen specifiek groenteboer. Maar dan haal je de rest nog even de volgende dag op, bij wijze van spreken. Ja, en dan kijk je wat je onderweg kan verzamelen. Hmm. En ik kan me zo voorstellen dat in het zomerseizoen, om het maar zo te zeggen, er wellicht het aanbod ook wat groter is. Hè? Want dan zie ik ook wel eens stalletjes langs de weg staan waar wat zomerfruit of zo bijvoorbeeld te koop aangeboden wordt. Inderdaad, ja. Nee, zeker. Dat is in het seizoen. Er is nu heel veel groen, dus de prei is er dan wel natuurlijk. En de rode biet en de rode kool, dat ligt er allemaal nog wel. En dat is uitgebreider. En ik zou zeggen, wacht niet tot de zomer met fietsen. Want het is nu ook wel gewoon lekker weer om met zonnetje te fietsen. Het is misschien wat koud. Je begint met een sjaal om en die kan je later afdoen van het fietsen. En het is gewoon heel leuk om mensen te ontmoeten op die manier waar je eerst nog nooit geweest was. Zo was ik de keer ervoor bij het Woerkums winkeltje in Woudrichem. En die heeft ook allerlei thee van kruiden en dergelijke, maar ook kaas uit de regio van allerlei streekproductenleveranciers. Nou ja, de ijssalon Bax is weer open gegaan. Ook een leuke plek om even te stoppen en je fiets op te laden en jezelf. Dus ja, je ontdekt hele leuke dingen op die manier. En je kan leuk afspreken met een fietsmaatje om op samen op pad te gaan. Ja, en dan heb je nou ook samenwerking met, want we hebben bijvoorbeeld ook streekproducten, hè, puur uit Alphena is volgens mij, daar vallen zij onder. Hè. Werk je daar nou ook mee samen? Of? Ja, met de individuele leveranciers, zeg maar. Die kunnen, alle aanbieders kunnen zelf ook in die Facebookgroep foto's, berichten delen. Zoals Kees Noorloos gisteren filmpjes laten zien van de geitenlammetjes die geboren waren. Ook hartstikke leuk natuurlijk, want dat zie je ook niet gauw. Of zeker niet in de supermarkt als je het eigenlijk gaat doen. En daarvoor de lammetjes bij
Jolanda en Henny Voordendag uit Uppel. En dan zie je zo'n lammetje door het hok heen springen. Ja, dat zijn gewoon dingen die je anders niet ziet, waar je eten vandaan komt. En dan weet je dat waar de dieren gegroeid hebben, waar ze geleefd hebben, waar ze in de wei gelopen hebben. Ja. Dus dat is gewoon supermooi. Mm. En is het nou zo dat ik al die adresjes dan terug kan vinden op die Facebookpagina Fietsen voor mijn eten, hè, om het maar zo te zeggen? Of is er ook nog een andere website waarop dat bijvoorbeeld terug te vinden is? Ik moedig de aanbieders ook aan om hun eigen gegevens toe te voegen op website. fietsenvoormijneten.nl/tip. En daar kunnen ze dan ook de openingstijden neerzetten. Zijn ze bijvoorbeeld door de week open of alleen op woensdag, zaterdag? En kan er contant betaald worden of met PIN, zeg maar, nu ook belangrijk. Sowieso handig om ook contant geld mee te nemen. Want er zijn ook plekken waar het contant betaald wordt. En de berichten kunnen ze dan in Facebook delen. En op die website kan je er even een kaartje kijken van waar zijn de plekken en waar ga ik mijn route plannen. Er staan nu 2 fietsroutes als document, al bij de bestanden zeg maar in die Facebookgroep. Dus die 2 ronden staan erin. Maar zo willen we op Verlievelijn steeds meer fietsroutes door heel Altena heen erin zetten. Ja, ja. En die website... Degene van Altena Box en Biesboschlinie, die fietsroute staan er ook in. Alleen de kortste daarvan is 32 kilometer. Dus ja, dat ga je heel gauw doen met een gezin met kinderen. Maar je kan er altijd afsnijden natuurlijk. Ja, nee. Dat kaartje is erg handig. Ja, het fietsknooppuntensysteem kun je heel makkelijk inderdaad een andere route nemen. Hè, voor aanpassen, ja. Kortere weg terug. En die website www.fietsenvoormijneten.nl, dat is wel een landelijke website dan? Ja, dat is een landelijke website en dan kan je dus kijken naar de actieve regio's waarvan Altena er dan 1 is. Je hebt ook in Kromme Rijngebied, in West-Brabant, Salland, West-Friesland, dus Noord-Holland. Dus als je daarin op vakantie gaat, kun je kijken of het daar wel een actieve regio is om daar mee te doen. Okay. En in die Facebookgroep kan je met hashtag vlees bijvoorbeeld of hashtag eieren kijken welke berichten er geplaatst zijn met eieren. Zodat je kan zien waar kan ik eieren kopen bijvoorbeeld. Oké, nou mooi. Om je boodschappenbriefje te maken. Ja, oké, mooi. Nou, we luisteren weer even naar muziek en dan gaan we straks met jou verder praten over wat jij allemaal nog meer doet. Oké, nou ik ben benieuwd wie er allemaal geluisterd heeft. Die kan even naar de Facebookgroep lid worden. Fietsen voor mijn eten, Altena. En dan even in de poll invullen dan... Ik vind het leuk om dat even terug te zien. Ja, oké, mooi. We gaan zo naar muziek luisteren. Joep, tot zo. Ja, Jacqueline, ik had jou gevraagd of je inderdaad nog een verzoeknummer had. En dat heb je ook inderdaad keurig naar ons toegestuurd. Maar ik heb even overleg gehad met mijn technische man, Michel. Maar dat nummer hebben ze hier niet in de... op voorraad zal ik het maar noemen. Dus zodoende, ja, helaas kan ik je daar niet blij mee maken. Okay. Dat gaan we in elk geval dit uur niet horen. Dus dan moet je daar misschien thuis straks nog maar een keer draaien als je dat een heel mooi nummer vindt. Het tweede waar ik eigenlijk met jou over het een en ander van gedachten wil wisselen is over Sparkling Biz. Hè. Dat is eigenlijk zo heet jouw bedrijf dan in elk geval. Hè. En ik las op die website, jij wilt 100.000 inwoners een boerderij laten beleven. Op locatie of online. En waar komt eigenlijk die gedrevenheid of in elk geval dat enthousiasme vandaan om andere mensen kennis te laten maken met boerderijen? Je hebt natuurlijk een boerenachtergrond, dus in die zin snap ik de link wel. Maar heb je het idee dat wij in Nederland te weinig van een boerderij afweten? Of misschien, ik heb toch het idee in Altena weten de meeste mensen toch wel hoe een boerderij eruit ziet, om het maar zo te zeggen. Of hoe het eten geproduceerd wordt, maar misschien heb ik daar wel een heel verkeerd beeld van. Dus hoe ben je daartoe gekomen om inderdaad dat op te zetten? Ik ben begonnen met Sparkling Biz en nu momenteel heet het eigenlijk meer het Farming Biz, zeg maar, het echt het agrarische gedeelte om dat naar boven te brengen en te laten zien hoe in Nederland geboerd wordt. Zelf opgegroeid dus op een boerderij met koeien wat dat betreft en kippen, die had mijn oma dan. En dan is het inderdaad heel gewoon en dan ken je altijd wel iemand in de familie die een boerderij heeft, waar je gaat spelen bijvoorbeeld, in de hooiberg en dergelijke. Maar dat is nu niet meer zo gewoon, omdat ook steeds minder boeren in Nederland overblijven.
En nu ook met de vraag of dat ze nog gemotiveerd zijn om boer te blijven. En hier in Altena zijn natuurlijk ook veel agrariërs. In fruitteelt bijvoorbeeld, voornamelijk akkerbouw en ook het veeteelt. Maar ook hier zijn er steeds minder die naar de boerderij gaan. En het enthousiasme wat hier altijd is bij de jaarlijkse boerenerfdag. Dat gezinnen met kinderen daar naartoe gaan om te zien hoe zo'n boerderij nou in het echt eruit ziet, zeg maar. Dat is toch wel een hele belevenis. En dan heb je meer feeling van, oh, er zit een gezinsbedrijf achter. Die zorgen goed voor hun dieren en voor hun planten. En het helpt dan meer dat ze zelfs wat mee in aanraking geweest zijn, dan dat ze dat niet zien. Of in de stad merk je dan nog dat ze denken dat de melk in de fabriek klaargedraaid wordt. En dat er geen koe meer voor nodig is. Maar daar wil je dus mee in helpen, maar ook vooral de beleving en dat laten overbrengen. Om wij spreken die koe dan maar eens die daar bij het hek staat. Om er meer feeling mee te krijgen, zeg maar. En te laten zien waar je eten vandaan kan komen. Ja, en ik zag inderdaad dat jij maandelijks inderdaad een boerin dan interviewt. Hè? Dat kan ik dan terugzien, filmpjes op jouw website. Maandelijks interview je dan een boerin. Waarom heb je ervoor gekozen om daarvoor boerinnen te kiezen en niet bijvoorbeeld de boeren? Nou, er is ook één keer een boer geweest. Dat is de hele tijd uit Emmeloord. Dan heb ik die net gemist. Dan is het de boerin MV, zeg maar, hè? Ja. Man of vrouw. Het is meestal de boerin die op een boerderij een extra tak ernaast doet om bijvoorbeeld een winkel te beginnen of een vergaderlocatie. Of kinderfeestjes organiseert. Dus dat zijn meestal de boerinnen die dat doen en die ook meest connectie hebben met burgers, zeg maar, met kinderen naar school brengen en dergelijke. Daar meer feeling mee hebben of zelf misschien ook niet op boerderij opgegroeid zijn, maar toevallig met een boer getrouwd zijn. Die kunnen dan eigenlijk nog het makkelijkst aan een ander uitleggen wat er dan op een boerderij allemaal gebeurt, omdat ze er eerst bijvoorbeeld ook niet mee bekend waren. En omdat ze op boerderij-educatie geven, dat zijn projecten waarbij je een boer of boerin in de klas kan vragen. Of dat je met een klas naar een boerderij toe kan gaan. De laatste keer had ik een boerin die ook boerderij-educatie doet. Ze zegt, als hier de kinderen aankomen, zeggen ze, oh, wat stinkt het hier. En als ze weggaan en mee hebben mogen voeren met de kalfjes, dan zeggen ze, wanneer mogen we weer terugkomen? Dus ook al is het hier wijd platteland, niet iedereen komt achterom bij een boer om te zien hoe het eraan toe gaat. En zeker nu de boererfdag ook niet door kan gaan. En dit is wel een manier om toch langs de boer te gaan. Ja, en dan zie ik dat je boerinnen spreekt uit heel Nederland. Hè? Je hebt het niet alleen over boerinnen in Altena. Is het nou zo dat jij merkt dat, want je laat boerinnen aan het woord, hè, dat die vaak de drijfveer zijn voor zo'n neventak? En is dat dan geboren uit interesse? Of heeft dat ook te maken met dat het boerenbedrijf zelf misschien financieel onvoldoende oplevert, zodat ze zo'n neventak nodig hebben? Hoe zijn jouw ervaringen daarmee? Alle antwoorden ja, volgens mij, wat dat betreft. Het is steeds moeilijker om rond te komen op het boerenerf. Er zijn allerlei extra maatregelen die elke keer opgelegd worden, waar een stal aan moet voldoen en dat er extra investeringen gedaan moeten worden. Terwijl bijvoorbeeld het jaar erop blijkt dat het toch niet werkt. Maar ja, dan heb je wel 100.000 euro uitgegeven en dat moet je dan afschrijven. Maar je krijgt het niet terugverdiend. Dus dan wordt er ook gezocht naar een neeftak. Of hoe kan ik het voor meerwaarde aan huis verkopen zonder al die tussenlagen in de retail en transport. Dat de mensen het gelijk op het bord krijgen. Maar het heeft ook altijd extra werk nodig natuurlijk om open te zijn in een winkel of een vergaderlocatie en dergelijke. Dus het is zeker een afweging vooraf van hoeveel ga ik erin investeren. Ik bedoel, kaas maken, dan heb je ook apparatuur nodig en een gebouw wat aan alle eisen moet voldoen. Dus dat is een hele afweging van op welke manier ga ik extra inkomsten genereren. En vaak is het wel zo dat er buitenshuis gewerkt wordt om het rond te krijgen. Ja. En op je website schrijf je van je wilt 100.000 inwoners zo'n boerderij laten beleven.
Heb je die al bereikt, die 100.000, denk je? Want ik zie dat je ook heel actief bent op social media. Hè? En ja, als je een beetje succes hebt op social media, kun je inderdaad heel veel mensen bereiken eigenlijk. Met niet zo heel veel tijdinvestering, om het maar zo te zeggen. Als je maar voldoende volgers of zo hebt. Ja, inderdaad. Hoe... Op bezoek op de boerderij met groepen, dat gaat dus nu niet. Dus vandaar dan online wel mogelijk is. En dat kan dus ook vanuit Groningen, Limburg, Gelderland, Overijssel laten zien. Dus vandaar dan nu in ieder geval dan de online mogelijkheid om een rondleiding te krijgen op het boerenerf. Ja. En als er nou boerinnen meeluisteren bij Radio AFM, ik ga ervan uit dat iedereen aan de radio gekluisterd zit, hè? Maar ik bedoel, stel dat de boerinnen meeluisteren en die willen ook een keer door jou geïnterviewd worden, hoe kunnen ze dan met jou in contact komen? Ga naar de Facebookpagina Farming Biz of zoek mij op in het telefoonboek Jacqueline Peek Almkerk. Het telefoonnummer is 404-538. Ik vind andere radiozenders aan het eind met 0183 ervoor. En dan kunnen ze altijd even contact opnemen of dat ze dat live willen in zo'n boerin vertelt of op een andere manier. Of wat ook vaak is, als ze een neventak starten op de boerderij, school, op de landbouwschool, vroeger werd marketing niet echt als vak gegeven. En dat is een ding, want als je normaal in de fabriek levert, heb je het ook niet nodig, want dan wordt het gewoon opgehaald in de tank en weg. En heel veel boeren en boerinnen hebben daar wel wat wegwijs in nodig van hoe kan ik dit nou het beste op social media plaatsen en welk kanaal dan, Facebook of LinkedIn. En daar hebben ze ook graag mee op weg inderdaad. En dat kan ook online. Ja. En heb je al een keer inderdaad een boerin uit het land van Heus en Altena geïnterviewd voor die serie? Nee, dat nog niet eerlijk gezegd, nu je het zegt. Dus, Oké. Nou, boerinnen, jullie hebben de contactgegevens zojuist gehoord van Jacqueline. Dus ik zou zeggen, ga ze allemaal bellen. Wij gaan nog even naar muziek luisteren. En we gaan straks met jou verder praten over de boerenburgerbeweging. Helemaal goed. Ja, Jacqueline, voordat we deze muziek draaiden van Adele, kondigde ik het al aan. We gaan met jou praten over de boerenburgerbeweging. Zeg ik het nou goed of is het nou boerburgerbeweging? Boerburgerbeweging, allebei in enkelvoud. Ja, oké. Dus dan heb ik het toch inderdaad niet helemaal goed opgeschreven. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen met die boerburgerbeweging? En kun je daar misschien kort iets over vertellen? Ik ken al langer Caroline van der Plas. Zij is agrarisch journalist, eerder in de varkenssector en daarna in de melkveesector bij Agrio, een landelijke uitgever. En eigenlijk altijd ook al actief op social media en boeren ook daarin adviseren van hoe ga ik me daarop promoten. En zij spreekt ook zoveel boeren dat er vooral het laatste jaar zoveel onmacht gevoeld wordt, zeg maar, door de boeren. En steeds allemaal negatief in het nieuws komt. En dan was er 1 oktober 2019 natuurlijk die demonstratiedag op het Malieveld. Dat gaf zo'n warm gevoel dat er zo gigantisch veel mensen samen opkwamen op het Malieveld. Dat ze zich weer één konden voelen en zoveel steun bij bevolking. Dat ze toch hadden zoiets van, je hoort de negatieve verhalen, maar dat blijkt maar van een paar procent van de bevolking te zijn. De rest staat eigenlijk achter de boeren. Dus dat was heel hartverwarmend. Maar als er dan toch politiek gezien in Den Haag totaal niet begrepen wordt wat er op het platteland gebeurt, waar er behoefte aan is. En dat landbouwgrond opgegeven wordt voor zonneparken, datacentra van Microsoft en dergelijke. Met allemaal windmolens eromheen, wat allemaal naar het datacentrum gaat. In plaats van dat naar de bevolking eromheen gaat. Dan wordt boeren onmogelijk gemaakt. En als je geen Nederlands product meer hier voor handen krijgt en het wordt bij wijze van spreken uit Oekraïne geïmporteerd, waar ze de legbatterijkippen nog gewoon hebben en de eieren komen vrolijk hier naartoe, worden in de koekjes verwerkt zodat niemand het ziet. Dan zit er zoveel scheef wat niet bekend is. Ik bedoel, daar moet iets voor gedaan worden. En normaal gesproken was daar het CDA heel erg sterk in. Maar dat is flink af laten weten. En ook dinsdag bij de stikstofwet door de Eerste Kamer heen gegaan door politieke partijen. Wat gewoon een niet werkbare situatie is.
dat er steeds meer ruimte en roep komt voor de boer-burgerbeweging. En ze komen ook heel erg hoog in de peilingen nu uit onder de agrarische sector. Maar het is dus niet alleen voor de boeren, maar ook voor de burgers op het platteland. Want die willen ook een groen uitzicht houden en leefbaarheid. En vooral ook, neem je bijvoorbeeld in Altena, dat er ook woningen zijn voor starters. Dat er zorg beschikbaar is. Nou, noem het voorbeeld. Wat bekend is hier van Altena Lokaal bijvoorbeeld, die erachter kwam dat er dus geen priklocatie voor vaccinatie in Altena komt. Zou komen. Omdat er door de GGD landelijk besloten is van nou, dat moet dan zoveel eisen we doen, zoveel parkeerplaatsen, goed openbaar vervoer. Oh, Altena heeft het niet. Hop, streep erdoor. En moesten de mensen 50 kilometer naar Den Bosch of soms de Bergen op Zoom of Haarlem of weet ik waar heen rijden. En door tussenkomst van lokale partijen zijn er toch verenigingen opgetrommeld, inwoners die oudere mensen terug willen gaan rijden als ze zelf geen eigen vervoer hebben. En vanaf april komt er dan toch in het verlaten een priklocatie. Dat wordt dan zeg maar ergens achteraf in een bureautafel in Den Haag bedacht. Maar dat werkt misschien voor vier grote steden, maar niet voor de hele rest van Nederland die op het platteland woont. Ja, ja. Nou, ik ben met mijn moeder in Gorinchem geweest, dus dat was gelukkig geen 50 kilometer rijden in elk geval. Dat in het begin was, toen was Gorinchem nog niet open. Nee, oh, oké. Okay. De demonstratie van de boeren, die haalde je aan. Dat was vorig jaar, het lijkt al een eeuwigheid geleden, hè, dat al die boeren bij elkaar waren. Want sinds corona komen we helemaal niet meer bij elkaar. Dus het lijkt inderdaad een eeuwigheid geleden. Maar wat mij vooral opviel bij die demonstraties was altijd dat de boeren zich een beetje als slachtoffer presenteerden. En dan dacht ik bij mezelf altijd van kom op boeren, wees trots op wat je doet en wat je bent. En pak die stap af van die slachtofferrol. Ja. Nee, dat zijn er ook. De meesten zijn ook wel trots op het boer zijn. Maar het voelt dan alsof door een wakker dier en Partij van de Dieren en dergelijke. En activisten. Dat het zo'n negatieve uitstraling heeft. Ook op hun eigen gevoel. En dat depressief van worden, bij wijze van spreken. Dat die trotsheid wat verstopt, zeg maar. En. Als je normaal een bedrijf hebt, een ondernemer bent, dan kan je binnen kaders je ding doen. Maar hier worden bij wijze van spreken elk jaar komen er nieuwe regels worden er over je uitgestort. Waar je aan moet van doen. Maar dat zijn allemaal langjarige investeringen. En die kan je niet terugverdiend krijgen. Dus ja, je bent ondernemer, maar zoveel regels als hier aan gebonden zijn, daar heeft een normale ondernemer geen last van, zeg maar. En dan ook nog dat Nederland het beste jongetje van de klas wil zijn en hogere eisen stelt dan Europa. En in Brabant dan nog hogere eisen stelt dan de rest van Nederland. Ja, ja. Maar als ik jou zo hoor praten, Jacqueline, dan denk ik bij mezelf, want je bent nu vrijwilliger bij die boer-burgerbeweging, hè, die inderdaad nu dus een gooi doet inderdaad naar een Tweede Kamerzetel. Klopt, ja. Maar heb je zelf politieke ambities? Nee. Oh, ik denk, nou, die is zich al aan het klaarstomen om volgend jaar mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Altena. Nee, mijn vader heeft vroeger wel in de raad gezeten bij het CDA, inderdaad. Die was heel actief in dat soort dingen ook. Maar nee, ik heb er nooit eigenlijk omgegeven. Maar ik vind van, ja, je kan wel gaan klagen bij steken, maar kijk wat je er wel aan kan doen. En ik ben wel gevraagd in september van, zou je ook niet kandidaat stellen? Ik zeg, nee, dat laat ik wel even van anderen over. Ik help wel mee met de kartrekken, zeg maar. En zaterdag nog even campagne met boerburger vrachtwagen naar Zuid-Holland rijden. Om ook daar onder de aandacht te komen. Maar je zegt van, ja, ik ben wel gevraagd. Maar goed, ik kan me voorstellen dat als je dus geen politieke ervaring hebt, dat de stap naar de Tweede Kamer wel heel erg groot is. He, dus dan kan ik me voorstellen dat je zegt van nou nee, liever niet. Maar ja, Altena is toch nog redelijk overzichtelijk. En toevallig ben ik ook inderdaad iemand die altijd de voorstander is van meer vrouwen in de politiek. Dus ik probeer jou een beetje te verleiden van, kom op Jacqueline, we hebben die vrouwen hard nodig, toch? Kijk aan. En jij noemde Altena Lokaal, maar daar hebben ze helemaal nog geen kaas gegeten van die vrouwen. Want er zitten ze gewoon alleen met mannen in die fractie. Dus ja, volgens mij zou jij daar heel goed bij passen, denk ik.
Er waren twee vrouwen bij minimaal vorige week bij de fractievergadering. Was ik even. Ja, oké. Okay. Nee, maar goed. Ik bedoel, ze zitten niet in de raad in elk geval. Dus het thema van Vrouwendag was invloed met impact. Nou ja, als je niet in die raad zit, dan is die invloed niet zo groot, Jacqueline. Ja, ik mag maar. Dat duurt nog even, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, nee, nou een jaar. Dat duurt nog een jaar. Dat is zo voorbij, hoor. Maar bij de Boerburgerbeweging hebben ze wel diverse vrouwen. En dat is ook een filmpje van TikTok op Facebook geplaatst inderdaad. Van de vrouwelijke kandidaten bij de Boerburgerbeweging. Femke van Boer zoekt vrouw, zeg maar. En Caroline. En Monique Vlifsen uit Den Huis, uit Brabant. Ja. En nou ja, in Verwijk, Jan Termenting, daar zijn er genoeg. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, de gemeente Altena die heeft ook een cursus politiek actief worden. Dus als ik jou was, zou ik echt een keer op die site gaan kijken. Want volgens mij zou jij daar prima bij passen. Ja, Jacqueline, we hebben denk ik uitgebreid gesproken met jou over dingen waar jij mee bezig bent. Hè? Inderdaad, toch met name in de agrarische sector. En jij houdt van de boeren, dat proef ik uit alles wat jij vertelt. En ook van de boeren. Ook van meegenieten, dat is de slogan inderdaad. Ja. Leef, eet, drink en geniet heerlijk en eerlijk van het platteland. Ja. Nee, ik zeg, je houdt van de boeren. Maar misschien moet ik zeggen, je houdt misschien nog wel meer van die boerinnen. Hè? Want daar ben je inderdaad ook heel actief mee bezig. Dus ik zou zeggen bedankt dat je onze gast wilde zijn in onze uitzending. In mijn uitzending van Altena Alternatief. Heel leuk om jou gesproken te hebben. Ik hoop je nog een keer in het echt te ontmoeten. Als corona en zo allemaal voorbij is, dan kom ik je misschien ongetwijfeld een keer ergens tegen. We kunnen ook in coronatijd samen een keer boodschappen doen. Dat zou inderdaad ook nog een optie kunnen zijn. Nou, wellicht komt het tot een vervolgafspraak. En dan kan ik de volgende keer in een uitzending weer vertellen hoe ver het fietsen was om lekkere aardappelen of lekkere bietjes of zo ergens te scoren. Geiteneis van Lekkere Mekker of van de Buffelgaard. Ja, leuk.